Die licht wat je nu ziet, het is niet licht van de lamp of wat dan ook. Nee, het zijn andere licht. En het is me gelukt. Wat is gelukt? Wat is gelukt? Nou, kijk, mooi. Ik heb hem daar langs. Ja, ik heb hem echt. Chippen top, doe je kijk naar gewoon heel veel dingen. Mijn naam is Van de Pas, dus iedereen weet. Dat hij hier gaat vallen. Ik heb super lekker geslapen in ieder geval. Ik denk hier van dus warm nou bed, warm bord. Half zeven geweest. Dan ben ik blij eindelijk een oplossing van gevonden. Half zes zo, sorry. Ja, half zes. Hé, Ganja? Zit er nu even een bakje koffie? Ik heb geen aandacht te vragen, die Ganja. De doffer maken. Rijntjes open. Poef. Ik zeg, goedemorgen. Vriend. Vogeltjes. Zet je lekker aandacht te vragen. Dat zijn de tweede ik ga denken, ik heb nou eindelijk een oplossing. Wat ik eindelijk kan ik krijgen. Ik hoor ze niet. Ik zie ze niet. Spullen van de diepvries. En wat in de koelkast staat. Allemaal. De maar ik ga lekker wat zetten. De koelkast bij de groep in de koelkast gaat. Kort. Het is weer zo waarschijnlijk weer vandaag. Dan kan ik daar al laten rooien en daarna gooi ik hem weer terug. Nee, ik ga niet nog een keer zeggen. Anders krijg je weer de koelkast. Paul geen zin in. Maar ja, oké. Niet uit. Ik zip hem nog even nogmaals met de toetsenbord die ik gisteren heb. Wat ik ook ga pakken uit de koelkast, dat is... Ja, post. Lekker een rijntje. Nu ben ik een beetje klaarmaken. Ja, een beetje, nu ben ik ja, wezen relaxen. Achter moet ook echt van de stond natuurlijk. Ganja denkt dat hij zo meteen maar even richting de supermarkt. Ga even een boodschapje doen voor de bovengroep. Op de zak maar kijk van de kijk mandarijn. Dat het eigenlijk niet in de koelkast wordt te liggen. Ik ook trouwens net heb gedaan, misschien heb je het al kunnen zien. Ik ga in ieder geval lekker van een mandarijntje genieten. En daarna klaarmaken om lekker bed in te gaan. Dus, nou wordt het ook zo meteen helemaal bij. Lekker even krullen met Ganja. Zijn nageltjes zijn gisteren geknipt, zoals jullie gezien hebben. Hij vond het alleen niet leuk, zoals jullie hebben gezien. Maar ja, af en toe moet wel even zijn nageltjes geknipt worden. En deze ga ik ook nog opruimen en ga ik hem eerst even lekker... Even nog bijkomen, misschien lekker een mandarijntje eten. Want die heb ik nog steeds hier liggen. Namelijk... Lekker mandarijnen. Ik kom net bij de groep vandaan lekker met de groep gegeten. Heerlijk. Spruitjes, spek, uitjes. Echt aanraden om het een keer te uitproberen. En ik ben benieuwd of jij een keer uit gaat proberen. En het is wel ongelooflijk lekker. Ik ga nu even lekker klaarmaken om lekker wachten op begeleiding. Ik kom dus mijn begeleidmoment doen. En ik heb niet zoveel te doen als begeleidmoment. Dus... Ja, ik kan nogmaals, ik kan zo vaak uitleggen hoe dat gaat. Maar ik denk op het moment is het een keer klaar. En samengevat, gewoon hulp aanbieden, om zo te zeggen. Dat is het. En wat heb ik zo... Kijk, ik luister lekker relaxed radio. En lekker naar kerstmuziek. Ik vind dat ongelooflijk rustgevend. En het is alweer donker aan het worden. Het is al buiten. Dat is ook altijd mooi, allemaal lichtjes. Wat vooral dan eigenlijk mooi is, vooral nu dit tijd, dat je buiten allemaal kerstlichtjes ziet. En ik ben wel benieuwd, wie van jullie hebben eigenlijk al kerstspullen staan? Kerstboom of noem maar wat. Nou, jullie weten het, ik heb hem al staan. En wat ben ik ook ongelooflijk blij met deze toetsenbord zoals jullie gisteren hebben gezien in mijn vlog. Ik ben er ongelooflijk blij mee. En ik ga nu maar lekker... Wachten op begeleiding om een begeleidingsmoment te hebben. Nogmaals, misschien heb ik andere begeleiders of ik heb natuurlijk ook de lichtjes die liggen hier zo. Ligt nog steeds. Ik weet geen oplossing ervoor. Misschien weten jullie het. Nogmaals, vraag aan jullie. En misschien weten begeleiders ook. Maar ik heb geen flauw idee. Maar je raadt zo eens op. Ja, ik kan wel. Onder de... Dat ik mijn plakband vastmaak, denk ik. Dat kan ik wel doen, die lichtjes. Maar of dat gaat helpen, dat weet ik alleen niet. Maar ja, ik ga erover nadenken. Ik ga het begeleidingsmoment vragen ook. En jullie horen het wel. Die licht wat je nu ziet, het is niet licht van de lamp of wat dan ook. Nee, het zijn andere licht. En het is me gelukt. Wat is gelukt? Nou, kijk hoe mooi. Ik heb hem daar maar gedaan. Ja, ik wist al, dus ik heb hem echt letterlijk
tussen die dingen gepropt. Omdat die niet gaan vallen en we moesten even controleren of dat ding niet warm wordt. Dus wat ben ik blij, eindelijk oplossing van gevonden. Ja, hè Ganja? En die zat bij de begeleiding aandacht te vragen, die Ganja. Geniaal gewoon. Hè Boef? Mijn grote vriend. Zat jij lekker aandacht te vragen. En ik ga denken, ik heb nou eindelijk oplossing, wat ik eindelijk kan krijgen, is dat ik spullen van de diepvries en wat dan in de koelkast staat, allemaal dadelijk in de begeleidingskoelkast bij de groep in de koelkast gaat, binnenkort. Morgen waarschijnlijk. En dan kan ik daarom laten ontdooien en daarna gooi ik hem weer terug. En dan kan ik eindelijk mijn koelkast ontdooien. Oh, ben ik er eindelijk aan toe. Dat ziet er gewoon niet uit, vind ik. Maar ja, wat ik ook ga pakken uit de koelkast, dat is een lekkere mandarijntje. Want daar heb ik een ongelooflijk trek in. En Ganja denkt dat hij ook wat krijgt, maar dat is niet zo. Want er stond... Ganja denkt dat hij ook wat krijgt, maar dat is niet zo. Maar ik zat te kijken van op de zak van de mandarijn, dat het eigenlijk in de... in de koelkast voor te liggen. Ineens, dat wist ik helemaal totaal niet. Dus ik ga eigenlijk in ieder geval lekker van een mandarijntje genieten. En daarna klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Dus laten we dat ook zo meteen doen. Ik ben wel ongelukkig blij met die lamp dat ik eindelijk een plek heb. Maar ik zet even deze aan. Want ik ga klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. En leuke dag. Morgen was een leuke dag. Een beetje een relaxed dagje. Ja, en ik ga nu maar even dat gordijn dicht goed doen. Oh, dat gaat fout. Wat ik al nu heb liet zien, ik heb mijn mooiste dat ding opgehangen. En eindelijk is het wel gelukt. Dus gelukkig, daar ben ik blij mee. Morgen ga ik mijn vriezer ontdooien. En dan ga ik jullie al allemaal laten zien natuurlijk. Eindelijk ben ik ook wel blij mee, dat ontdooien. Maar als je zo kijkt, hè, naar het trouwens, dan zie je dat echt horizontaal gelijk staat, dat stuk. Dat vind ik echt heel goed gedaan. En ik ga dadelijk even voelen of dit warm is. Ah, ik vind het wel ongelooflijk mooi. Maar ja, ik ga de stekker uittrekken van de kerstboom. En zoals die ligt, dat was mooi geweest. Dat was gezellig. Zo, dan gaan we morgen weer aan. En dan ga ik nu lekker mijn bedje in. Morgen weer een dag. Want ik dacht trouwens ook trouwens over dat gezegd heb. Ik zie ineens tape liggen. Ik wou het eerst met tape doen, maar dat had hij helemaal niet gehoeven. Zo, moet hij niet gaan vallen. Zo, ik wou op de stoel gooien, maar even op de grond weer. Ja, zal ik trouwens met Marijn, tweede, ik heb trouwens twee mandarijn gegeten. Zal ik ermee te gooien. Liep ik hem vallen daar zo. Gaat hij er dan opeens achteraan? Hij gaat echt letterlijk overal achteraan, wat rolt. Letterlijk en figuurlijk. En Ganja? Nee, klaar. Ik ga nu lekker van nogmaals, wat ik tegen jullie wil zeggen is, vlog afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie alsnog een leuke vlog hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in GroenHeel Vlog. Om 1 uur en zeg ik hierbij laters. Ik zat lekker relaxed om op mijn telefoon te kijken. En ineens zag ik dat ik wel post heb. En die post heb ik hier bij me. Die ligt hier.